Welkom aan alle vissen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken vissen voor februari. En voor een aantal onder jullie, gelukkige verjaardag. Gelukkige verjaardag voor degenen die verjaren, de vissen in februari. Nu, het is echt wel jouw maand. Waarom? Omdat er heel veel planeten in jouw teken lopen. Wat ook niet zo eigenaardig is, want het is de periode van de vissen. Dus, maar veel belangrijker is, en dat gebeurt niet zo vaak, eens om de 2 jaar, gaat Venus en Mars, de planeten van het mannelijke en het vrouwelijke principe, de planeet van de actie, Mars, actie nemen, het verlangen, en Venus, tevreden zijn en genieten. Die twee komen samen en dat gebeurt eens in de 2 jaar. En in welk teken komt het samen? In jouw teken. Dus reden te meer om voor de vissen, om deze maand te beschouwen als een maand als dat de nadruk op jou ligt. Jullie zijn al charmant van nature, jullie gaan nog charmanter worden. Of in ieder geval meer mensen naar jullie toe brengen. En vooral, omdat ik vaak hoor bij vissen, ja, maar de mensen die ik aantrek, dat is niet altijd degene die ik wil. Dat is niet zo op dit moment. In februari komen goede connecties jou tegemoet, omdat je jezelf bent. Je hebt heel veel planeten in je eigen teken. Of meer jezelf bent dan ooit. En omdat je ook een soort van tevredenheid hebt omtrent jezelf. Er is een evenwicht tussen actie nemen en tussen een bepaalde rust uitstralen. Dus het magnetische en eigenlijk ook het yin en yang. Het magnetische, maar ook het elektrische is in evenwicht. Dus voor vissen, het is nu niet omdat Valentijn is, maar vissen, het gaat een maand worden waarop relaties wel van belang zijn. Maar het is niet zo dat jullie de nood gaan voelen om enorm, om bijvoorbeeld jezelf aan te passen aan anderen. Integendeel, het zal eerder gaan omtrent de focus op jezelf. Dus voor februari vissen, focus op jezelf. En dan komt het allemaal goed. En geniet van het evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Tussen geven en nemen. Niet te veel geven, maar ook niet te veel nemen. In evenwicht. Bedankt voor het kijken. Tot volgende maand.